Ik ben Olaf van Kooten, lector duurzame verbindingen in Greenports bij Hogeschool in Holland en hoogleraar tuinbouwketens in Wageningen. Waar ik het over wil hebben is over het feit dat men in de tuinbouw, maar volgens mij ook in de hele agro-industrie, iedereen het al heel lang heeft over dat men zich meer op de klant moet gaan richten. Wat ik vind is in die tuinbouw dat bijna iedereen er wel van doordrongen is, maar bijna niemand weet hoe ze het moeten doen. Natuurlijk is het grote verschil natuurlijk dat bij de groente- en sierteelttuinbouw men zeg maar primaire producten maakt die rechtstreeks uiteindelijk bij de consument terechtkomen. Bij vlees zit daar natuurlijk een enorme processing stap tussen. Dus dat maakt het proces, de keten, nog iets ingewikkelder. Ik heb wel de overeenkomst, denk ik, is dat beide ketens behoorlijk op slot zitten. Dat de marges ongelooflijk hard zijn uitgedund. En dat iedereen zich achter de oren kapt van hoe moeten we nu verder. En de overeenkomst over hoe nu verder zit hem vooral in het feit dat de producten die we maken op dit moment te makkelijk uitwisselbaar zijn met ieder ander product, waar dan ook vandaan. En dat, wij kunnen dus ons niet meer onderscheiden in kwaliteit, in productietechnieken, in wat dan ook, omdat de concurrentie daar gewoon ongeveer op ons niveau aan het komen is. En dat betekent dus dat we ervoor moeten zorgen dat we dat onderscheid op de een of andere manier opnieuw kunnen inbrengen, middels innovatie. Maar ik denk vooral middels co-creatie. Wat we zien gebeuren is dat de consument zich gaat bemoeien met de productie. En dat is iets als je daar proactief op acteert. Je gaat daar van tevoren al vanuit en gaat dat opbouwen samen met de consument. Dan maak je een stap vooruit. En dat geldt zowel voor de tuinbouw als voor de vleesteelt. Het feit dat nog steeds veel telers met heimwee terugdenken aan de tijd van de veilingen. Toen was er in feite een transparante markt. Die is nu grotendeels verdwenen. Om zoiets terug te krijgen, zal je toch in feite een markt moeten creëren waarin iedereen kan deelnemen. En dat lukt op dit moment niet vanwege de enorme complexiteit van die markt. Als het nou lukt om die complexiteit terug te brengen, als het ware, achter een soort softwareschil in het internet, dan zou het mogelijk moeten zijn om weer zo'n soort transparante markt te creëren. Hoe je dat doet is in feite door hele specifieke software die wij agents noemen. Dat zijn softwarepakketjes waar die mensen helemaal kunnen laden met wat ze aan te bieden hebben. Met alle specificaties en alle eisen en allerlei van dat soort zaken. Maar ook kopers kunnen agents laden met wat ze nou heel graag willen, wat ze van belang vinden, wat ze niet van belang vinden. En ook alles over de prijzen en dat soort zaken. Die agents komen bij elkaar in een gebied, dat noemen we Agentscape. Nou, daar gaan ze als het ware volkomen anoniem, want het is buitenwereld, ziet daar niks van, met elkaar onderhandelen en uitzoeken wat zijn nou hele mooie matches. Als er dan op een gegeven moment een mooie match ontstaat, dan pas worden de leverancier en de koper en de logistiek provider geïnformeerd van wat er mogelijk is. En die kunnen daar dan op ingaan en de handel kan plaatsvinden. Zo'n omgeving zou ik een samenmarkt willen noemen, want in feite iedereen kan samen daarop handel drijven. Er kunnen allerlei groepen kunnen elkaar vinden, aanbieders kunnen elkaar vinden, maar ook klanten kunnen elkaar vinden en op hele specifieke onderwerpen aan de gang zijn. Dus je kan dan een veel grotere differentiatie krijgen van de producten. De producten worden minder uitwisselbaar en daardoor ontstaat een hele nieuwe marktsituatie die een beetje qua vrijheid vergelijkbaar is met wat er vroeger op de veilingen plaatsvond en tegelijkertijd gebruik maakt van de moderne technologie.